Hallo lieve mensen, welkom bij het einde van de wereld. Grapje natuurlijk, maar toch is er van alles aan de hand, want het zal je niet ontgaan zijn dat er een griepje heerst. Nou ja, een speciale versie van de griep. COVID-19, het coronavirus. Waarom kan ik niet meer horen? Coronavirus zeggen? Dat is helemaal niet moeilijk hoor. Coronavirus. In samenwerking met COVID misschien of zo? Samenwerking met COVID. Deze video is gemaakt in samenwerking met COVID. Jouw sponsor voor dood en verderf. Nou ja, een speciale versie van de griep. COVID-19, het coronavirus. Klinkt heel gezellig, is het niet. Er zijn wereldwijd nu al bijna 3000 mensen aan overleden. En op het moment dat ik dit film, is het ook net Nederland binnengedrongen. Dus het komt allemaal wel heel dichtbij. Overal ter wereld zitten mensen vast onder quarantaine en je leest overal wat je allemaal moet doen en kunt doen als je zelf zoiets overkomt. Dus hoogste tijd voor een real-time experiment. Wat als het virus doorzet en we allemaal 2 weken binnen moeten blijven? Hoe werkt dat dan? Waar moet je rekening mee houden? Hoe scheid je onzin van belangrijke zaken? Wij gaan ons als ware doomsday preppers voorbereiden op een ware corona staycation van 2 weken. Waarbij we dus 2 weken helemaal binnen moeten blijven en niet naar buiten kunnen. Prep je mee? Maar eerst een disclaimer, want deze video gaat niet per se over corona of wat je er tegen kunt doen. Puur de hele fictieve situatie van quarantaine vind ik heel interessant en wil ik onderzoeken. Maar op dit moment is er echt nog geen enkele reden om te denken dat het zo ver gaat komen of om echt hoge paniek te hebben. De overheid heeft een prima plan en het is echt nog lang geen pandemie. Wat we nu dus gaan doen is uitzoeken wat we nodig hebben om 2 weken in huis te overleven. Ja. We houden natuurlijk wel van een uitdaging en we gaan hier voor deze video even uit van een klassiek worst-case-scenario. Waarbij er vanuit de overheid een complete lockdown wordt afgeroepen, waarbij je binnen moet blijven en water en elektriciteit op zwaar rantsoen gaan. Wat logisch is dan. Dus we moeten ons gewoon maar zien te redden met 5 katten. Ik google alvast recepten met kat. Hey! Oké, genoeg drinkwater en water om te wassen. Voor 2 mensen genoeg om te eten voor 2 weken. Mm-hmm. Ik denk zo'n 1500 calorieën per dag. Dat is niet heel veel, maar rantsoen is rantsoen. En ja, andere zaken die je nodig hebt om te overleven. Hoezo overleven? Ik wil graag gewoon echt overleven, niet overleven. Okay, okay. 1, 2, 3, 4... Oké, voordat we erop uitgaan wil ik even checken wat we allemaal in huis hebben. Om te kijken hoe ver we het zouden redden als we nu plotseling niet meer het huis uit mogen. Dus wat hebben we in huis? Max, heb je goede hoop? Wij hebben best wel veel in huis. Nee, voor mij is er, hebben wij meer in huis dan zomaar mensen. Het valt me een beetje tegen hoeveel blikken bonen ik heb in huis. Oh, dat is wel een goede hashtag spon geweest. Ja. Proteïnepowder, wat rijst en pasta en meel. Maar in de categorie maaltijdvervanger doen we leuk mee, moet ik zeggen. Alright. We hebben dus bedacht dat we 1500 calorieën per persoon per dag nodig hebben. Voor 2 weken, dus 14 dagen, betekent dat we als doel hebben 42.000 calorieën in huis. Nou, zoals je net al aanstipte, hebben wij best wel een rare verzameling voedsel in huis. Maar daarmee zijn we wel een beetje prepgekkies geworden, want er zitten allemaal heel veel calorieën in. En heel veel voedingsstoffen. En ik ben een beetje aan het optellen geweest. Dit is niet eens echt alles wat we in huis hebben, maar kijk waar wij op komen. 49.500.
Wij kunnen 2 weken overleven qua voedsel in ieder geval. Kijk, bewijs. Super wetenschappelijk. Ja. Maar dit is wel mooi, want nu hoeven we voor deze video ook geen bizarre hoeveelheden video in te slaan. Wat in te slaan? Wat zei ik? Bizarre hoeveelheden video in te slaan. We need more video! Bizar hoeveel boodschappen in te slaan, want weet je, food waste is stom. Remember! Het is toch gewoon te gezellig dit. Oh, oh. Ik red het wel 2 weken thuis hoor. Ja, maar kijk hoe diep het beest is. Dan kun je 2 weken. Oké, nou ik ben heel blij dat we het eten in ieder geval een soort van gefixt hebben. Maar er is natuurlijk wel meer nodig als je 2 weken in huis moet blijven. Dus, we zijn op naar de wagens. We zijn al in de wagens. Oh ja. Anyway, nu gaat het echte doomsday prep beginnen. Nu wordt het leuk. Ja, wordt het nu leuk? Ik wil zo'n honkbalknuppel met van die spijkers erdoorheen. Jongen, het is niet meteen een zombie apocalypse. Apocalypse. Nee, maar we kunnen wel doen alsof het wel zo is. Ja, maar wat gaat er gebeuren dan? Nou, dat weet je niet. Als je 2 weken iedereen zijn huis in mag blijven. Kijk, niet iedereen heeft natuurlijk automatisch maar 50.000 calorieën in huis en water en dat soort dingen. Dus ik denk dus ook dat we moeten gewoon nog meer eten in huis halen voor het geval dat mensen ons komen. Of moeten we meer sloten? Ja, dat lijkt me, voorkomen lijkt me beter dan genezen. Ja? Oké. Okay. First thing, duct tape. Meer. Misschien is 1 rol wel gewoon goed. Oké, voor water dat op rantsoen gaan is het handig om een jerrycan bij te hebben. Wij hebben natuurlijk het voordeel dat we een heel groot bad hebben. Dat scheelt. We kunnen wel laten vollopen voor rassen en dat soort dingen. Maar het is altijd handig om een jerrycan te hebben voor drinkwater. Altijd handig, hè? Altijd handig. Oh, shit, een mies. Oh jee. En dan ga ik nu met deze handjes op de batterij pakken. Ja, precies. Nice. Mooi prijsje. Hebben we ook nodig. Om lekker warm te blijven. Daarvoor? Ja. Wat dacht Jan, voor gezellig. We zijn om eten zetten, denk ik. Ik loop hier een beetje achter Max aan te shocken. Als ik dit zelf zou moeten doen, mezelf zou moeten doomsday preppen, zou ik echt zo niet ver komen. Ik ben echt lost. Nou, dan nu het allerbelangrijkste. Kattenvoer. Guys, het dettelvak is gewoon helemaal uitverkocht. Wat? Oké, we hebben natuurlijk wat gezondheidsdingen nodig, zoals pleisters, maar ook ibuprofen. Zeker als ik 2 weken met jou in huis moet zitten, heb ik echt wel hoofdpijnstillers nodig. Echt niet dat ik 2 weken zonder koffie zou hebben. En wederom, alle desinfectie is weg. Super belangrijk, wc-papier. Oh wacht, het is wel met Max. Hey, als de apocalypse komt, hè, dan moet ik dan een flat white kopen. Nou jongens, dit is dus hoe 2 weken overleven in huis eruit ziet. Halleluja. Gelukkig hebben we in ieder geval al 2 weken aan calorieën aan chocola. Dus 33.000 calorieën aan hands-off heb ik omgerekend. Dus daar komen we al een eind mee. Top. Nee, maar serieus, ik had niet verwacht dat je zo fucking veel spullen nodig had. Het is wel intens.
Ik moet zeggen, ik vond het vooral leuk en spannend om even één dag lang mijn Walking Dead End of the World fantasie te kunnen inleven. Dus Max en Marietje als Doomsday Prepper, ik vond het stiekem vooral leuk. Daar heb jij het ook echt wekelijks over, dus dit is een dream come true, deze video van jou. Yep. Gaan we nu een bunker graven? Nou, genoeg gekkigheid. Ik wilde vooral gewoon echt even uitzoeken wat er nou allemaal voor nodig is als je wel in de situatie komt dat je 2 weken lang moet overleven. Het moest natuurlijk ook een beetje informatief zijn, dus ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Wat betreft het virus, ik hoop dat het gewoon heel erg snel oud nieuws is. En nogmaals, er is geen enkele reden tot paniek. Laten we vooral goed voor elkaar zorgen en natuurlijk goed de handjes wassen en in je elleboog niezen. Bedankt voor het kijken. Doei! Is dit opnemen toch? Ja. Is dit opnemen? Is dit het goede knopje? Mm-hmm.